We zijn hier op het X-Noise Flevo Festival. Dat is een groot christelijk jongerenfestival. Waarop Pabo Arnhem laat zien hoe ze op een heel eigen manier kinderen levensbeschouwelijk begeleiden in het protestants-christelijk basisonderwijs. Als je in die cabine stapt, dan beginnen opeens al die briefjes door elkaar heen te dwarrelen. En kan je proberen om zoveel mogelijk briefjes te vangen. Dat lijkt een beetje op hoe kinderen ook hun eigen ontwikkeling ervaren. Er komen allerlei indrukken komen op je af. En jij moet dan een gegeven ook maar zien wat je te pakken kan krijgen en wat bij jou past. Als je dan uit die cabine komt met je handen vol met al die briefjes, dan kan je daarna selecteren welk van die briefjes passen nou bij mij en welke briefjes passen niet bij mij. Dat doe je in het leven ook. Kijken waar wil ik mee verder en wat gooi ik weg. Je hebt deze 5 uitgekozen. Waarom zijn deze belangrijk voor je? Ik heb als eerste thuis. Omdat ik thuis heel belangrijk vind om met gezin thuis te zijn. Vind ik heel belangrijk. Hier staat wat eten we met kerst, maar het gaat er meer om dat we met elkaar zijn met kerst, met familie. Familie vind ik belangrijk. De briefjes hebben allemaal de vorm van een tangramstukje. Tangram, dat is een soort Chinese puzzel waarmee je allerlei verschillende vormen kan leggen. En wij vragen dan ook om de deelnemers om met die stukjes die ze overhouden, om een beeld te maken, een vorm te leggen die voor hen inspirerend is. En zo, ja, als het ware, een beeld te maken van hun levensbeschouwing op dat moment. Dan, op die manier proberen wij ook leerkrachten op te leiden om kinderen te begeleiden in hun eigen levensbeschouwing. Ja, dat ze zelf een beeld vormen wat voor hen inspirerend is. Het begint onderaan met de basis, wat belangrijk voor mij is. Bijvoorbeeld wat ik van huis uit heb meegekregen. Thuis bidden of een kaarsje branden voor iemand. Ik heb ook wel meegekregen om een beetje aan de wereld te denken. Maar dat zit er een beetje achter. Daar ben ik niet heel erg mee bezig. Op sommige pabo's en lagere scholen lijkt het wel alsof wij weten wat goed is voor de kinderen. Die inhoud die hoeven ze alleen nog maar te leren dan. Op Pabo Arnhem denken we er anders over. Bij ons staat het kind zelf centraal. De leerkracht die is een soort coach die dat kind dan moet begeleiden om zijn of haar eigen levensbeschouwing te ontwikkelen. Zodat het kind, en dat willen we graag, kan worden wie die zelf wil zijn.